De heer Amhoutsch die heeft het over de sancties, waar het CDA dus blijkbaar ongelooflijk groot fan van is. Die sancties zijn catastrofaal voor het Nederlandse bedrijfsleven. En dan hoor ik de heer Amhoutsch zeggen, nou ja, we hopen toch op een zachte landing. En kunt u mij uitleggen hoe een bakker die van 2000 euro per maand naar 30.000 euro per maand, of een tuinder die zijn hele bedrijf moet sluiten, gaat hopen op een zachte landing van het CDA? Ja, Maus. Voorzitter, ten eerste ook die bakker en die tuinder zijn inwoners van Nederland en van de Europese Unie en van de Europese gemeenschap. En wat er nu gaande is, en daar gaat de heer Van Haga voorbij, is dat een grootmacht als Rusland gewoon een ander land binnenvalt. Er is oorlog op Europees continent. Daar stapt u te makkelijk overheen. En daar zullen wij collectieve sancties, en ik ben er blij om dat wij dat ons lukt. De heer Sjoersma gaf het ook al aan. Niemand had geloofd dat wij in de 8e sanctiepakket zouden zijn wat Rusland hard treft. Daarnaast moeten wij altijd zorgen, en liefst collectief, voor een sterk flankerend beleid, zodat we ook sterk uit deze crisis gaan komen. En ik ben ook van overtuigd, als dat op de Europese agenda komt, samen optrekken, dan raken we Rusland, accepteren we niet de gruweldaden van Rusland richting Oekraïne en helpen we onze bakkers in de straat en de glastuinders. Heer Van Haga. Ja, ik vind het heel fijn, voorzitter, dat de heer Amhoutsch blij is met het 8e sanctiepakket. Sancties hebben nog nooit ergens gewerkt, nooit in de geschiedenis. Maar u heeft de heer Amhoutsch heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag. Want natuurlijk is die tuinder of die bakker inwoner van de EU. Maar is het offer niet onevenredig groot? Is de proportionaliteit niet compleet zoek dat iedere bakker nu op omvallen staat en iedere tuinder zijn bedrijf moet sluiten, omdat de heer Amhoutsch van het CDA vindt dat we allemaal solidair moeten zijn en sancties moeten instellen die niet werken en waardoor wij onze energierekening niet meer kunnen betalen. Okay. Voorzitter, gelukkig met de heer Amhoutsch van het CDA zijn er nog honderden parlementsleden, honderden andere mensen in Europa en gelukkig 27 lidstaten die samen optrekken en zeggen dit is de goede weg waar we op gaan. Dit is niet iets wat de heer Amhoutsch of het CDA bedenkt, maar we doen dit als collectief om de waarden in Europa te beschermen. En ik vraag me af wat het alternatief is. Wat wil de heer Van Haga? Wilt hij met de handen over elkaar gaan zitten in Amsterdam en zeggen, Poetin, ga maar je gang? Wat wil de heer Van Haga? Dan, als u daar tegen de sancties bent, dan geef ik hier de ruimte om aan te geven. Wat wilt u dan? Tot slot de heer Van Haga. Voorzitter, het feit dat je iets doet wat onzinnig is, wat contraproductief is, wat je eigen land kapot maakt, geeft het CDA namens... Dat geeft de heer Amhoutsch van het CDA nog niet het recht om te zeggen, wat wilt u dan? Nee, collectief doen we iets totaal idioots, namelijk sancties instellen waardoor wij onze eigen economie kapot maken. Misschien met alle goede bedoelingen hoor, maar als het fout is, is het fout. En de fout wordt niet door mij gemaakt, de fout wordt niet door BVNL, Belang van Nederland gemaakt. De fout wordt onder andere door het CDA gemaakt. Okay. Er staat een gloedvol betoog te houden voor de sancties, maar die zijn altijd contraproductief. En de bakker en de tuinder hebben helemaal niets aan dit verhaal. Dank u wel. Ja, het loopt me toch uit. Ja. Voor die bakker komen wij ook op. En gelukkig heeft ook de Kamer daar gezegd, daar gaan we pakketten voor maken. Maar ik hoor de heer Van Haga alleen maar tegen en niet met een alternatief. Ik heb hem 2 keer het podium gegeven om met een alternatief te komen en dat komt er niet. En dan komt hij ook niet op voor Nederlandse ondernemers. Want die hebben daar niks aan op dit moment.